Wil je beweren dat hij verkeerd zit? Nee, hij had het wel moeten zijn. Hij heeft gezegd dat hij zeker komt. Ja. Wat als hij niet komt? Komt hij morgen? Ja, ook morgen. Straks nemen ze weer iemand mee. Ja, bijvoorbeeld. Miguel! Ben jij net zo sterk als onze vriend? Onze vriend heeft precies dat gedaan wat Diego hem opdroeg. Ja. Niks gezegd. Ja. En wat doen we? We doen niks! We doen niks! Laat ze iets doen gewoon. Denk aan, douche. We zullen jou allemaal eeuwig dankbaar zijn, Diego, voor op. Puta madre, ben jij soms vergeten welke offers Diego heeft gebracht? Moet ik je even in herinnering brengen wat Diego allemaal heeft moeten doorstaan om ons te brengen waar we nu zijn. Waar zijn we dan? We zijn aan het begin. Aan het begin? Aan het begin. Zijn we al begonnen? Normaal man, we zijn aan het begin als Diego dat was. Normaal joh. Zeg maar man. Wat? Jongen, jongen. Ik dacht van mezelf. Iemand in de war brengen, dat kan je. Laten we nou gewoon nog even wachten. Ik dacht dat... Ja, oké. Jongens, we zitten er niet voor niks. Vraag niet wat je land kan doen voor jou, maar John F. Kennedy. Goed. Het komt er niet op aan de wereld te begrijpen, het komt er op aan haar te veranderen. Marx. Ja, sorry Marx. Dit zijn mijn principes. Als ze je niet vervallen, dan heb ik anders. Dat weet ik niet. Marx. Marx. Groucho Marx. Doet een beroep op jou? En wat doet meneer? Je stuurt hem de verkeerde kant op. Dat was hij toch niet? Dat wist hij toch niet? Nou, is hij misschien wel daarheen? Dan loopt hij ook daarheen! Terwijl hij daarheen moest of terug! Maar nou is hij alleen! Hij heeft helemaal niemand meer, hij is helemaal alleen in de bergen! Laat staan Diego met rust! Ja, dat gaat een hele moeilijke tijd door nu. En als jullie problemen te hebben, dan moeten jullie naar mij komen, want het dan gaat niet goed nu.
Om de geesten van de mensen te vergiftigen met een plaatsenboekje van een hatenzaaien. Om de ene helft van het volk op te zetten tegen de andere helft. Namen. Namen! Ga nou zitten. Ga je maar dan staan? Ga gewoon eens zitten. Ik leef me gewoon in. Ga nou gewoon eens zitten. Nee, nu ben ik bij de bank. Namen. Hey, doe eens normaal, man! Namen. Doe eens normaal, joh! Hij wordt opgehouden. Hij kan niet alles tegelijk.